MMA DNA staat hier met Jason Wilnes. Jason, we zijn bij de opening van Colosseum Gym. Je hebt natuurlijk al best wel een aantal keer al getraind hier. Wat is eigenlijk het significante verschil met deze en die vorige? Ja, we zijn hier bij de opening van de Colosseum Gym. Zoals je hebt gezien, het is een enorme ruimte. We hebben meer voorzieningen van apparatuur en ja, er is nog een tweede zaal. Er zijn genoeg bokzakken, speciale bokzakken. Ja, je hebt zoveel hier vergeleken met de oude sportschool. Ja, het is een erg mooie plek om te trainen. Het is natuurlijk mooi om te zien dat de sport in Utrecht echt steeds groter wordt. Met als resultaat natuurlijk deze fantastische sportschool. Zie je dat zelf ook zo? Ja, zeker. Er zijn ook veel mensen op afgekomen vanuit de omgeving in Utrecht en, om hier te kunnen trainen. Ja. De sport is in de jaren veel gegroeid. Dus met zo'n gym als deze is dat enorm mooi. Ja. Zeker. Je bent natuurlijk nu in voorbereiding. Je vecht februari, Glory 63 tegen Rodriguez. Wat verwacht je van je tegenstander? Ken je hem? Ik ken mijn tegenstander eigenlijk niet zo goed. Ik heb vernomen dat hij bij de IFMA op Thaise regels heeft gevochten. Dus ja, ik verwacht een beetje een Amerikaanse stijl en een Thaise stijl, een beetje een mix ervan. Ik denk wel dat hij komt om te winnen. Ik denk dat hij graag van mij wilt winnen. Maar ja, ik natuurlijk wel van hem, dus ik ben goed voorbereid. Ik heb alleen maar getraind de laatste tijd, dus ja, ik heb er zin in. Je bent ook in Rusland geweest. Je hebt daar ook wat trainingen mee gepakt. In Rusland zijn ze ook natuurlijk heel ver al in het MMA. Klopt dat je ook daar MMA hebt getraind? Ja, ik ben in december 2 weken naar Rusland geweest in Dagestan bij vrienden van mij. Ik heb daar gekickboxd, ook gewoon met hele goede jongens van daar. Ik heb worstelen gedaan, ik heb grappling gedaan. We kijken zeker naar MMA, maar dat is pas iets voor in de toekomst. Ik ben er wel mee bezig en we zijn veel aan het trainen, aan het worstelen. Maar voorlopig heb ik nog eerst mijn kickboksen. En daarna misschien eventueel MMA tussendoor, ja, wie weet. Je hebt nu 3 partijen op rij verloren. Dat is eigenlijk ook een onbekend terrein voor jezelf. Is het lastig om je mindset steeds weer naar voren te houden op het moment dat je een partij verliest? Ja, zoals je zegt, ik hou niet van verliezen. Ik heb vaker gewonnen dan verloren natuurlijk. Van goede jongens. Ja, 3 keer op een rij verliezen, ja, dat is gewoon een enorme klap. Vooral als je altijd wilt winnen en altijd gewend bent te winnen. Maar de trainingskamp in Rusland heeft me geholpen. Mijn trainers waarmee ik spreek, mijn teamgenoten, die helpen me. Ik weet gewoon wat ik waard ben en wat ik kan. Ik weet dat ik wat ik moet doen om te winnen. Ja. Het is even over die streep trekken, maar ik weet dat ik gewoon weer alles kan winnen, zeker.